Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag wil ik het met je hebben over intuïtie. En je hoort veel over naar je intuïtie luisteren, je hart volgen, je dromen leven. Maar hoe doe je dat nou, naar je intuïtie luisteren en je hart volgen? En heb ik jou tips om je intuïtie te herkennen? Om beter naar je intuïtie te kunnen luisteren en überhaupt om te weten wat je intuïtie is? Dat ga ik met je behandelen in deze video. Ik ga je een aantal tips geven. Ik ga je uitleggen wat intuïtie is. En ik ga je uitleggen wat jouw ego is die jou in je comfortzone wil houden. Als baby zijnde zijn we eigenlijk heel puur geboren. We zijn geboren zonder mening. Zonder, moet ik dat netjes zeggen? Zonder invloed van anderen waardoor we ons beperken in ons eigen doen en laten. Hè? We zijn heel bewust bezig met alles wat in het nu gebeurt. We zijn puur onschuld, we zijn heel erg rein en we kennen ook als baby zijnde geen kwaad. En we zien alleen maar het goed in alles. We reageren op alles wat er op dit moment is en niet zozeer zijn we bezig met wat er gisteren gebeurd is of wat er morgen gaat gebeuren, want die bewustzijn hebben we gewoon nog niet als baby zijnde. En dat zorgt ervoor dat je constant je intuïtie volgt, dat je constant reageert op prikkels die er nu zijn op dit moment in het leven. En eigenlijk gaandeweg dat we ouder worden, raken we een beetje disconnected met ons intuïtie. We hebben de mening van anderen die ons zeggen wanneer we pijn hebben. Denk aan je ouders als je valt, dat je denkt, oh, ben je gevallen? Gaat het wel? Gaat het wel? Wil je even een knuffel of een kusje erop? Terwijl eigenlijk als baby zijn of als kind zijn je gewoon viel omdat je iets probeerde en daar verder niet bij stil stond. Maar omdat anderen zo geschrokken reageren, ga jij dan zelf denken, shit, ik moet hier wat mee. Nee, misschien denk je als baby geen shit, maar denk je, oh shit, er is hier iets wat niet goed is en ik moet daarop reageren. En zo krijg je allemaal patronen die je van anderen overneemt en die je jouw eigen maakt. Omdat de wereld om jou heen zo normaal is en dat dan voor jou ook normaal wordt. Terwijl als je naar je intuïtie luistert, dan was het misschien helemaal niet erg geweest dat je gevallen was. Want was het gewoon een proces van het leren om vooruit te komen. Dus dat intuïtieve stemmetje wat je hebt als kind zijnde, als baby zijnde, dat verdwijnt eigenlijk steeds meer naar de achtergrond. En we gaan steeds meer denken vanuit ratio, vanuit logica. En we gaan vertrouwen op andermans mening in plaats van dat we luisteren naar ons eigen innerlijke stemmetje. En de ratio en logica vanuit waar dat we denken, wordt ook wel ons ego genoemd. En ons ego wil eigenlijk niks anders dan ons veilig houden. Om ons vertrouwd te houden in de omgeving waar we zijn en zorgen dat er ons niks gebeurt. Dus daar is in principe helemaal niks mis mee natuurlijk. Alleen zorgt het er ook voor dat we gevangen blijven in de situatie waarin we nu zitten. En die situatie waarin we nu zitten is niet de situatie waarin onze dromen uitkomen. Waarin we ons allermooiste leven kunnen leven. Dat gebeurt vaak net buiten je comfortzone waarvoor je actie moet ondernemen. Om dingen te doen die je eigenlijk niet gewend bent. Die je niet gewoon bent om te doen. En om die reden is het soms niet helemaal verstandig om naar je ego te luisteren. En kun je beter je intuïtie volgen. Maar het is heel lastig om dat te herkennen. Omdat we graag vastzitten in, ja, nou ja, niet zozeer vastzitten, maar omdat we vaak dingen veilig willen houden en vertrouwd willen houden. Zodat we weten wat er gebeurt en wat we kunnen verwachten. En wanneer je intuïtie volgt, is dat niet altijd zo. Dus dat kan zorgen dat er een drempel is om de stap te nemen. En wanneer je wel doet wat je hart je ingeeft en je intuïtie volgt, dan zul je zien dat jij als persoon je veel verder kunt ontwikkelen. Maar dat je ook bijvoorbeeld een nieuwe eigenschap kan leren. Of dat je voor een nieuwe baan gaat. Waar je anders misschien in een heel ander vakgebied nooit over nagedacht zou hebben. Omdat je het nog niet kent, nog niet weet, nog niet bekend mee bent. Omdat je die mensen niet kent. Omdat je eigenlijk het vertrouwen wat je hebt achter je moet laten om je toch verder te ontwikkelen. Er zijn een aantal dingen die je, waar je rekening mee kunt houden om jouw intuïtie te herkennen. Als kind zijnde was het enige wat je deed, maar op dit moment is het vaak iets naar de achtergrond verdrongen. Omdat we vanuit ratio en logica denken. En omdat we eigenlijk geconditioneerd zijn door de mening van anderen om ons heen. Zoals bijvoorbeeld
als je valt, moet je huilen als kind zijn, terwijl het misschien helemaal niet nodig was. Ik heb 5 tips voor je om je intuïtie te herkennen, of beter te herkennen. Probeer ook gewoon om deze dingen te integreren in je leven, om er rekening mee te houden. En altijd te denken, hey, is het nou vanuit intuïtie dat ik dit doe, of doe ik dit vanuit ego, vanuit mijn comfortzone, omdat ik veilig en vertrouwd in mijn situatie wil blijven. Weet je, als je daar constant bewust van bent en constant mee bezig bent, dan zul je zien dat het veel makkelijker gaat om je intuïtie te onderscheiden van het ego-denken wat we ook doen. En je zult zien dat er dan echt nieuwe wegen voor je opengaan en dat er veel meer dingen op jouw pad komen die jou helpen om jouw dromen te verwezenlijken. Een eerste punt om jouw intuïtie te herkennen is dat het lieve kleine zachte stemmetje in je hoofd is wat jij als eerste gedachte hebt, zeg maar, nadat je een idee hebt. Bijvoorbeeld als je denkt, ik wil een schildercursus volgen. Dan is dat eerste stemmetje wat je hebt misschien, ja, dat is leuk, want dan leer ik iets nieuws en dan kan ik me verder ontwikkelen met mijn creativiteit. Het tweede stemmetje, dus de gedachte die daar meteen opvolgt, is, ik heb helemaal geen geld om een cursus te volgen. Welke avond moet ik dat doen? Ik ben al zo druk. Wat zullen anderen wel niet van me denken als ik zeg dat ik een schildercursus ga volgen? Weet je, die drie gedachten, dat zijn gedachten van het ego. Dus dat zijn eigenlijk gedachten die je klein houden. En dat eerste gedachte die je had van, ja, dat is leuk, ik leer iets nieuws en ik kan iets met mijn creativiteit doen, dat is intuïtie. En het is de kunst om te luisteren naar dat lieve kleine stemmetje en ondanks dat hij overspoeld wordt door de meningen van ik kan het niet en ik ben niet goed genoeg, dat je dat naast je laat liggen en dat je daar geen aandacht aan geeft en puur en alleen op jouw intuïtie vertrouwt en dus die schuldencursus in dit geval gaat doen. Een tweede punt waaraan je je intuïtie kunt herkennen en het kunt onderscheiden van ego is dat als iets goed voelt, dus je doet het met liefde, dus echt met een positieve intentie, dan is het intuïtie. Als je iets doet omdat je denkt dat het hoort of omdat je denkt dat anderen het van je verwachten, dan is het een gedachte vanuit ego. En dan is het niet iets wat jou dient, wat jou in jouw hoogste goed vooruit helpt. Dus als je dingen doet vanuit liefde, ontwikkel je dan ook verder op dat punt. En als dingen zijn omdat het vanuit angst is, dus ja maar, als je die gedachten erbij hebt, dan is het waarschijnlijk vanuit ego. Dan is het niet vanuit jouw hoogste goed. Dus ga dan voor jezelf gewoon nog even verder kijken van, joh, wat is het waar ik me verder in wil ontwikkelen en op welke manier doe ik dat. En een derde punt is, wanneer jouw gedachten gefocust zijn op het hier en op het nu, dan ben je vaak met je intuïtie aan het denken. En wanneer je je zorgen maakt over het verleden of over het heden en constant met je gedachten heen en weer gaat, maar niet echt in het nu leeft, dan ben je aan het denken met je ego. Een vierde punt is dat ego het vaak gecompliceerder wil maken als dat het eigenlijk is. Weet je, je intuïtie is simpel. En die doet ook dingen op de meest makkelijke manier voor jou. Dus als jij iets mag bereiken of als je iets mag ontwikkelen, dan zul je daarvoor de weg aangewezen krijgen die het minst bumpy is. Dus die het meest soepel naar jouw doel verloopt. En ego die ziet allemaal hobbels en beren en bomen en bossen en hele oerwouden op het weg, zodat jij je doel niet kan bereiken en eigenlijk in een doolhof belandt. Dus dat is ook nog een groot verschil waar tussen je ego en intuïtie kunt herkennen. En een laatste punt wat ik met je wil delen is dat intuïtie gericht is op jou, op jouzelf, op jouw binnenste. En het heeft geen dingen of geen spullen nodig om gelukkig te zijn. En wanneer jij denkt, ja, maar ik kan dat niet bereiken, want ik heb de opleiding niet, of want ik heb de kennis niet, of want ik moet eerst dit kopen, of ik moet eerst, ja, weet je, ik moet iets anders hebben om gelukkig te worden, dan denk jij vanuit ego. Dan denk je niet vanuit intuïtie om het mooiste te bereiken in het leven wat er uit te halen is. Dus neem deze punten die ik net noemde in overweging voor alles wat je doet in de toekomst. Hè? Denk ik vanuit intuïtie of denk ik vanuit ego? En helpt het mij verder in mijn pad wat ik nu ga doen en hoe ik mij nu wil ontwikkelen? Want je intuïtie wijst je de weg in je leven. En het laat je zien welke stappen je mag ondernemen om gelukkig te worden. Maar ze doet dat wel heel subtiel, zonder hard te schreeuwen. Weet je, luister naar je hart en doe wat
je hart je ingeeft. En als je dat doet, dan zul je zien dat er echt hele mooie dingen op je pad komen. Dat je ook super mooi kunt ontwikkelen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit jou kan helpen op jouw pad je verder te ontwikkelen. Ik zou het heel leuk vinden als je hieronder in de reacties een reactie achterlaat met wat jij hier aan hebt en wat jij hieruit kunt halen. En mocht je meer van zulke soort vlogs zien, dan kun je altijd even op mijn website kijken. Dat is www.lindabisschop.nl. En er staan nog veel meer vlogs en video's en ook blogs met informatie waar jij zeker iets mee kunt. Dankjewel en tot de volgende video.